Petrus is getrouwd. En we vragen ons af, staat dat ergens ook niet op gespannen voet met het onderwijs van de Heer Jezus? Kan dat eigenlijk wel een getrouwde apostel? Als ik kijk in Markus 10, vers 28 tot en met 30, dan is Petrus aan het woord. En Petrus begon tot hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordend zei, voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw. Denk dan maar aan de vrouw van Petrus, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijnentwil en om het evangelie wil. Dus de Heer Jezus volgen, zegt de meester zelf, betekent niet alleen akkers verlaten, maar ook kinderen verlaten, ook je vrouw verlaten of je man verlaten. En hoe kunnen we dan een getrouwde discipel in de discipelenkring van de Heer Jezus tegenkomen? Als dit de weg is van de navolging van hem, alles verlaten, zelfs je vrouw, hoe kan het dan dat we een getrouwde discipel in die discipelenkring van de Heer Jezus tegenkomen? Nou, één ding is zeker, gemeente. Deze woorden van de Heer Jezus betekenen niet dat je ongetrouwd moet zijn om hem te volgen. Anders had de Heer Jezus Petrus niet kunnen roepen en dat heeft hij wel gedaan. Weet je wat dat betekent? Dat in het volgen van de Heer Jezus je vrouw, je familie niet in de weg mag staan. Die mag je niet boven de Heer Jezus zetten. Of naast hem. De Heer Jezus laat ons zien dat ons huwelijk, dat ons gezin, dat onze familie geen belemmering mag vormen in het volgen van hem. Dan kijk ik even naar u en naar jou. Bent u getrouwd? Misschien nog maar kort. Misschien al heel lang, vele tientallen jaren. Als u getrouwd bent, als jij getrouwd bent, heb ik twee vragen. De eerste moet u aan uzelf stellen. Ben ik een belemmering voor mijn man of voor mijn vrouw om de Heer Jezus te volgen? Sta ik hem, sta ik haar in de weg? Dat moet u aan uzelf vragen vanmorgen. En roep het maar in gedachten, uw huwelijk. En hoe dat gaat en waar u het wel en niet met elkaar over hebt. Belemmer ik mijn man, belemmer ik mijn vrouw om de Heer Jezus te volgen? Als zij de Bijbel en het eindig boekje pakt om de dag af te sluiten, dat ik dan zeg dat ik daar te moe voor ben. Of dat we morgen wel een dubbele portie zullen doen, maar dat mijn hoofd er nu niet naar staat. Dan belemmer ik hem of haar. En dat kan op 1001 manieren gebeuren. En daarom vraag het u zelf eens vanmorgen. Belemmer ik mijn wederhelft in het dienen van de Heer? En dan die tweede vraag. Die moet u niet aan uzelf stellen, maar die moet u aan uw wederhelft stellen. En doe dat maar vandaag. Man, vrouw, of hoe je elkaar ook aanspreekt, sta ik jou in de weg? Nee, want u kunt die vraag wel aan uzelf stellen en daar zelf een antwoord op geven en daar zelf allerlei gedachten bij hebben, maar dat zijn misschien helemaal niet de gedachten van uw man of van uw vrouw. En daarom vraag het ook aan de ander. Sta ik jou in de weg in het dienen van de Heer? Ben ik voor jou een belemmering? En dan is het natuurlijk ook belangrijk om eerlijk antwoord te geven. Of is daar geen ruimte voor in uw huwelijk? Dat kan ook. En dan moet u het eerst daarover hebben.
Petrus en zijn vrouw dienen samen de Heer. En ze mogen samen achter hem aankomen, waar hun weg hen ook bracht.